Ja, het is vandaag 12 mei en dat is eigenlijk het jaarlijkse moment van de dag van de zorg, noemen we het tegenwoordig. Hè? Want het is breder dan alleen verpleging. En het is een moment in het jaar waarop we de waardering die we allemaal voelen ook uitspreken. We gaan vandaag onze medewerkers natuurlijk hartstikke verwennen met een leuk cadeautje en aandacht. Leidinggevenden hebben een heel mooi filmpje gemaakt. Maar wat wij nog leuker zouden vinden is die waardering die iedereen voelt, want dat weten we, ook zou kunnen uitspreken. Zet dat dus op papier en laat het ons weten. En dan zorgen wij dat hij bij de juiste persoon terechtkomt. En dan hopen we eigenlijk met z'n allen heel veel glimlachen vandaag te bereiken. Dat zouden we mooi vinden. Dus de mensen die in het ziekenhuis zijn vandaag, die kunnen een kaartje bij de ingang pakken. Die schrijven voor een specifieke medewerker of voor een hele afdeling, dat mag natuurlijk ook. En kom je vandaag niet in het ziekenhuis, dan kun je dat doen online via onze website. Als je naar de website gaat van SJG Weert, dan zie je daar een nieuwsberichtje. Stuur een kaartje, klik daar even op en dan wijst het zich eigenlijk vanzelf. Vandaag is de dag van de zorg, maar we zullen zorgen dat die link nog een paar dagen online blijft, zodat we zoveel mogelijk kaartjes kunnen verzamelen voor onze mensen.